De basis voor het Europese groeipact is de uitruil tussen Duitsland en Frankrijk. Duitsland moet investeren in fysieke infrastructuur, bruggen, wegen en de kennissector. En Frankrijk moet natuurlijk hervormen, saneren in de arbeidsmarkt, de pensioenen, de collectieve sector, ook ten grootte van 50 miljard. Dan heb je in wezen een uitruil tussen Duitsland en Frankrijk, die de basis kan zijn van een Europees groeipact ter waarde van 300 miljard. ECB heeft al veel gedaan. De ECB heeft de rente verlaagd naar nagenoeg nul, de beleidsrente. Heeft ook al met de LTRO's en de targeted LTRO's die ze aangekondigd heeft, al heel veel uit de kast gehaald. Het enige wat de ECB nog kan doen is op een zeker moment zorgen dat ze nog inderdaad wat private obligaties opkopen. En dan kun je denken aan de covered bonds, de pandbrieven en de asset-backed securities. Alleen dat is een hele kleine markt, 400 tot 500 miljard, dus als niet voldoende. Ja, en de echte kwantitatieve ruiming, dus het opkopen van staatsobligaties, dat mag de ECB niet. En dat kan ze eigenlijk ook niet goed doen, omdat er geen Europese uniforme kapitaalmarkt is. Wat kan de politiek gebeuren wat dan wel helpt? De politiek kan heel veel doen, want de regeringen zijn nu aan zet. En zoals gebruikelijk is het natuurlijk toch de Duits-Franse as die bepalend is voor de Europese integratie. Er vindt op dit moment achter de schermen enorm veel plaats qua onderhandelingen tussen Duitsland en Frankrijk. Het idee is dat Duitsland heeft genoeg ruimte onder de 3%. Duitsland veel meer gaat investeren in infrastructuur, 50 miljard, misschien wel meer. In fysieke infrastructuur, wegen, bruggen, maar ook in de kennissector. Dat kan Duitsland makkelijk doen. En anderzijds dat de Fransen eindelijk eens gaan hervormen, gaan saneren. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt, aan de pensioenen, leeftijd omhoog, collectieve sector, ten grootte van datzelfde bedrag van 50 miljard. Nou, als de Fransen en Duitsers die uitruil kunnen doen, dan heb je in wezen al de basis voor een Europees groeipact, wat verder aangekleed kan worden, waar nu Jean-Claude Juncker, de commissievoorzitter, en Jeroen Dijsselbloem, de eurogroepvoorzitter, mee bezig zijn, om dat verder aan te kleden tot een pakket van 300 miljard euro. Voor over 3 jaar. En dat zou natuurlijk substantieel echt wat betekenen voor de economische groei in Europa. Betekent ook dat we al op weg zijn dan naar een echte politieke unie. Ja, het is in wezen al een stapje op weg naar de politieke integratie. In de zin dat je weer verdere soevereiniteitsooggedacht hebt van zowel Duitsland als Frankrijk. En we eigenlijk een stapje verder op weg zijn naar politieke unie. Maar in Europa, zoals dat gaat, gaat dat altijd via de achterdeur. Wij integreren niet via de voordeur, wij integreren via de achterdeur. Maar ja, zolang we er maar komen, is het goed. Maar kunnen we het ons permitteren in deze economische crisis om nog zo lang te blijven talmen? Ja, helaas. In Europa, we hebben altijd een crisis nodig om de volgende stap in het integratieproces te nemen. En als er geen bancaire crisis was geweest, hadden we ook geen bankunie gehad. En nu hebben we dus een crisis in de zin van dat de economische groei bedroevend laag is. Dat regeringen niet hun verantwoordelijkheid nemen, zowel in termen van investeringen als hervormingen. Nou, dat moet veranderen. En dat betekent dus in wezen dat we al naar een fiscale unie op weg zijn. Het gaat kruipend en sluipend, maar het gebeurt wel. Alleen je moet veel geduld hebben in Europa.